Thibo, gefeliciteerd met de overwinning en je doelpunt. In de 8e minuut was het al raak. Hoe kijk je terug op die beginfase? Ja, dank u. Deed deugd om zo vroeg te kunnen scoren. Ik denk dat we heel goed begonnen zijn aan de wedstrijd. Eerste 20 minuten, half uur, veel druk naar voren. Dan was het ietsje minder. We komen mooi op 2-0. En was het een beetje ietsje minder. We hielden de bal niet zo goed meer in de ploeg. En het was ook moeilijk voetballen dan op dit veld. Maar toch al bij al mogen we tevreden zijn met deze wedstrijd en de overwinning. Hadden jullie veel last van de omstandigheden, van de sneeuw die op het veld lag? Het is anders spelen soms. Je moet soms de knop omdraaien omdat je sommige passes niet kunt geven. Omdat hij soms blijft hangen in de sneeuw of zo. Het beste is gewoon meestal die bal naar voren trappen en dat de spits hem vasthoudt en dat we dan zo verder kunnen voetballen. Hoe beschrijf je je eigen goal? Ik denk dat Jari naar binnen komt en probeert de tweede paal te zoeken en de keeper duwt hem weg. En hij belandt voor mijn voeten en ik tik hem binnen. Ja. Is de tweede helft dan de taak om gewoon de nul te houden en geen tegentreffer meer te incasseren? Ja, sowieso als je 2-0 voor staat en na een sterk begin van ons, denk ik dat dat de doelstelling was om met die 2-0 de rust te gaan. Oké, ja, de 2-1 valt juist voor de rust. Een beetje weggegeven, maar dan was het noodzakelijk om gewoon de koppen bij elkaar te steken en rustig te blijven tijdens de rust. En dat hebben we goed gedaan. En die tweede helft gewoon ingaan met het gevoel van de eerste helft. En ik denk dat dat ons wel gelukt is.